Wees eens eerlijk met jezelf. Of wees eerlijk met mij. Vertel eens. Ben je echt gelukkig? Want tenslotte, wie hou jezelf voor de gek? Alleen maar jezelf. Iemand anders heeft er niks aan. Of dat je nu gelukkig bent of niet. In het beste geval kunnen ze een beetje meepikken van het feit, van je hoge energie, van je blijheid, van je vrolijkheid of wat dat dan ook is. Maar op het einde van de rit gaat het altijd en enkel maar alleen om jou. Jouw geluk, jouw vrijheid, jouw dromen, jouw verlangens. En dat is een vraag dat ik vorige week ook aan mijn zussen heb gesteld. Als er geen restricties zijn, geen beperkingen zijn naar geld, naar tijd, naar ruimte, naar omstandigheden, zoals kinderen, of een man, of een vrouw, of een partner, of wat dan ook. Of een vaste job dat je nu hebt. En je kan alles, maar dan ook alles gaan doen en gaan bereiken, gaan ervaren, wat je dan ook maar wilt. Wat zou je dan gaan doen? Hoe zou jouw leven eruit zien? Hoe zou jouw dagelijkse dag, elke dag opnieuw, wat zou je gaan doen? Hoe zou je tijd vullen? Want er is nooit geen beperking van geld. Nog een beperking van mensen, als het gaat om klanten. Of als het gaat om vrienden. De enige beperking dat er nu in dit leven is, is een beperking van tijd. En dat is ook de reden waarom dat ondernemers, die werken vanuit die hogere energieën, en die goed gegrond zijn, ook ervoor kiezen om geen uurtje factuurtje meer te werken. Omdat ze weten dat tijd iets kostbaars is. En omdat ze ook hun waarde kennen. Dus als jij eindelijk een lichtwerker bent, maar nog niet in jouw missie gestapt bent, en elke dag nog naar het werk rijdt met tegenzin in de hoop dat er ooit iets, een mirakel zal gebeuren, dan moet ik je nu ontgoochelen. Want de enige die jouw leven kan veranderen, dat ben jij. En er zijn nog zoveel zaken waarin dat ik zelf bij mezelf erop betrap, die overtuigingen die ingeslopen zijn, overtuigingen die zo onbewust zijn, omdat we ze gewoon hebben overgenomen, omdat we ervan uitgaan dat er geen uitweg meer is, dat maakt dat we voelen dat we vastzitten. Maar je zit niet vast. Want het vastzitten is ook een overtuiging. En ook daar kan je weer gaan kiezen van hoe wil ik mij voelen, wat wil ik gaan ervaren, hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet, waar wil ik wonen, wil ik een huis kopen, wil ik een huis huren. Dat zijn allemaal jouw keuzes en het gaat niemand anders aan wat dat jij wilt gaan kiezen, wat dat jij wilt gaan doen. Als jij het zo voelt, just go for it, ga er gewoon van, spring into the unknown. Dat is de reden waarom dat die film zo populair is. Het laat jou weer verbinden met je diepste zelf. Met wie dat je werkelijk bent. Maar nog te vaak laten we ons vastzetten door 3D-systemen. Door de Matrix. Maar de Matrix is eigenlijk een spinnenweb dat we zelf gecreëerd hebben. Een spinnenweb van overtuigingen, van normen en waarden, van zaken moeten zo verlopen. Of dat nu gaat over werk, of dat nu gaat over ondernemen, of dat nu gaat over je relaties, over het opvoeden van kinderen, over onderwijs. Elk gekend systeem is beperkend. En hoort daarmee tot het systeem dat de meeste mensen kennen als de Matrix. Dus wanneer je daar eigenlijk wil gaan uitstappen, is het belangrijk om te gaan verbinden met die bron in jezelf. En daarom zeggen heel veel spiritueel coaches, of hoe dat ze ook wel noemen, lichtwerkers, dat je het nodige innerlijke werk moet gaan doen. Dat je er met jezelf aan de slag moet gaan. Dat je met jezelf mag en moet gaan verbinden. En dat is hetgeen wat ik ook natuurlijk doe met mijn klanten. Maar waar de mensen die niet met mij kunnen samenwerken, zijn degenen die verwachten dat ze een magische pil of een magische oplossing gaan vinden. One fit to all, maar zo werkt het niet. Er is geen één maat voor iedereen.
We zijn allemaal andere vibraties, allemaal andere frequenties, allemaal andere veruiterlijkingen van de bron. Dus waarom zouden we allemaal volgens één oplossing weer verder kunnen? Zo werkt het niet. De oplossing en de stapstenen die je nodig hebt, die liggen al in jouzelf. Jij hebt ze al. Die zitten verborgen in jouw energie. Die zitten verborgen in de manier waarop je naar het leven kijkt. Die zitten verborgen in wie dat jij toont. Wie dat je bent naar de uiterlijke wereld, naar de buitenwereld. Maar de vraag is natuurlijk, toon jij je ware zelf of toon jij eigenlijk een vervormde versie van jezelf? Omdat je denkt dat dat hetgeen is waar de anderen leuk gaan vinden, of liever gaan vinden, of meer gaan van houden, of meer aandacht gaan geven. Als er iets is, wat ik eigenlijk al sinds kindsaf en tiener mij nooit geen zorgen over heb gemaakt, is het feit over wat anderen van mij denken. Waarom? Omdat er een onweerstaanbare drang in mezelf was, dat wanneer dat ik voelde dat ik tot iets in staat was, dat ik dat ging bereiken. Hoe dan ook. De hoe wist ik niet, maar ik wist wel dat ik er ooit zou komen. En als ik dat kan, dan kan jij dat ook. Want dat is het stuk waar dat we eigenlijk die magische, die meester-manifestators zijn. Maar dat vraagt natuurlijk aan ons om diep te gaan. Dat vraagt aan ons om eerlijk te zijn met jezelf. Dat vraagt om toe te geven aan jezelf waar je eigenlijk jezelf verloochend hebt. Waar je jezelf hebt het gemakkelijk gemaakt en gekozen hebt voor de gemakkelijkste weg. En gekozen hebt voor, ja, ik ga die moeite niet doen, ik ga deze nemen. Dat lijkt me iets eenvoudiger. En ja, ware manifestatie gaat moeiteloos. Maar ware manifestaties geven niet op aan je diepste verlangens. Want die zijn verbonden opnieuw terug met je zielsgroei. Dus of het nu is dat je een zielsrelatie wilt, een diepe zielsconnectie wilt gaan manifesteren. Of het nu is dat je dat droomhuis wilt gaan manifesteren. Of die fantastische job die wilt manifesteren. Of dat je eigen baas wilt gaan worden. Alles wat je kan, alles wat je voelt, maar alles wat je denkt, zal zich in je realiteit manifesteren. Dus als je dan de keuze hebt om te kiezen hoe je realiteit eruit ziet, waarom in godsnaam kies je dan om negatieve dingen aan te trekken, om drama aan te trekken, om te blijven focussen op de dingen die verkeerd gaan, om te focussen op het feit dat je geen geld hebt, om te focussen op het feit dat je opnieuw een rekening hebt, om te focussen op het feit dat je auto stuk is, om te focussen op het feit dat je discussie hebt met je ex over de kinderen. Wat dan ook, het maakt niet uit. Jij hebt elke dag opnieuw, elke minuut opnieuw de keuze om te beslissen op welke manier je jouw energie en jouw levenskracht gaat gaan gebruiken. En ofwel gebruik het ten voordele van het aantrekken en dichter brengen bij jouw wensen en je verlangens, ofwel om het verder te blijven manifesteren van het leven dat je nu hebt. Daar ligt jouw kracht. Daar ligt ook jouw verantwoordelijkheid. En dat het stukje, die verantwoordelijkheid, en het moeten toegeven dat het leven dat je nu hebt eigenlijk ook je eigen creatie is heel lastig. Ik weet het. Bij mij is dat net hetzelfde. Als ik weken en maanden heb dat financieel minder is, omdat er minder klanten zijn, dan moet ik in mezelf gaan kijken. Dan moet ik mezelf tegen de borst gaan stoten en gaan zeggen van oké, Lindsay, waar ben je niet genoeg van waarde geweest? Waar heb je jezelf eigenlijk wat laten gaan? Waar was je te veel bezig met wat dat dan ook is? En daar, ook daar zitten dan weer lessen in. Daar zitten weer stukken en puzzels in en sleutels in om deuren te openen. Niet alleen om trauma en schaduwen uit voorouderlijke lijnen of vorige levens of uit dit levens te gaan transformeren. Nee, meer nog om te gaan groeien. Om sterker te worden, om krachtiger te worden en beter te gaan neerzetten wie dat jij hier werkelijk bent. Waarom dat je geboren bent en waarom dat je hier rondloopt. Als jij niet in jouw kracht en in jouw missie stapt, zeker als lichtwerker, hoe verwacht je dan dat de mensen die met die zielsafspraken hebben met jou, hoe verwacht je dan dat zij het gaan doen als de afspraak was dat ze van jou iets zouden leren? Als jij niet naar buiten komt en jouw stem deelt, als jij niet laat zien wie dat je bent, als jij jouw talent niet deelt, hoe verwacht je dan dat anderen daar gebruik kunnen van maken? Hoe? Niet. Dat is onmogelijk. Dus gebruik jouw talenten om je droomleven te gaan manifesteren. Kies ervoor om de beste versie van jezelf te worden. En weet dat dat eigenlijk het enige is wat je hoeft te doen.
Elke dag gewoon beter en beter in jezelf worden. Beter en beter worden in het zijn van jezelf. Beter en beter worden in elke dag van elke minuut je gelukkig te voelen. Want veel heb je daar niet voor nodig. En laat het zeker niet afhangen van het wel of dan niet al iets of iemand verschijnen in je leven. Het wel of dan niet hebben van honderdduizenden euro's of miljoenen of wat dan ook op je bankrekening. Het wel of niet hebben van heel veel vrienden. Het wel of niet hebben of kunnen doen van een bepaalde activiteit. Zelfs in COVID-periode, waarin dat we allemaal in quarantaine zaten, dan had ik hele mooie momenten waarop ik me diep, diep, diep gelukkig voelde. En dan was ik misschien zelfs op die dag helemaal alleen, zonder mijn kinderen, zonder iemand om mij heen. Het gaat om een innerlijk gevoel die er altijd is voor jou. En dat betekent dat het dus ook altijd beschikbaar is voor jou. Want het is aan jou om je focus niet meer naar de buitenwereld te leggen, maar die focus naar binnen te brengen. Daar ligt je ware kracht. Je ware kracht om van je pijnen je kracht te maken, je talent te maken, jouw geld, jouw succes of wat dan ook dat is in je wilt manifesteren.